BMW's gaan uiteindelijk naar 1 en 2 in de wedstrijd. Vooraan in de GT-klasse is het de eerste zege van het seizoen voor Bart Sluis en Bas Schouten. Ze winnen dominant voor de andere BMW van JR Motorsport. En Schouten loopt buiten beeld verder en verder weg. Tot dit moment. Na 4 rondjes staat de BMW binnen. En dus is het 2 keer 0 resultaat voor de regerend kampioenen. Deze man domineert. Opnieuw snelste raceronde voor Bas Schouten. Ontlading ook bij team van JR Motorsport, want Bart Sluis en Bas Schouten winnen beide wedstrijden op het circuit van Zolder. Ja, ik ken Zolder natuurlijk zeer goed en voor sommige jongens is het iets moeilijker, maar auto deed het opnieuw supergoed. Kreeg de auto ook in goede conditie van Bas. De banden waren net iets beter dan gisteren. Ja, gewoon topweekend voor ons. Verhagen even in contact met die maatje Schouten en dan hier is het touché met John de Wilde die een superstart had. Wouters leidt, maar niet voor lang. Rondje nummer 6 van de wedstrijd. Daar komt Bas Schouten en neemt de leiding over. Schouten heeft alles gegeven. Sluis mag het nu gaan afmaken. Nu kunnen ze toeslaan in de strijd om het kampioenschap, waar ze 19 punten achterstand hadden op Verhagen en Meijer. Maar Sluis moet zich op zijn beurt niet op laten vreten nu door Meijer, die nog niet de ruimte geeft. En dan hebben de BMW's het voor het zeggen. Met vooraan Willem Meijer, gevolgd door Bas Schouten, nu op positie nummer 2. Geven beide mannen elkaar hier de ruimte? Ja, dat doen ze. Schouten naar 1, Meijer naar positie nummer 2. Oh, wat een gruwelijke klap! Ja, de mannen van JR Motorsport staan nog vooraan, maar het verschil wordt pijn. Oh, en Schouten komt binnen. Jongens, wat is dit een drama voor de regerend kampioenen. Na de pech op het circuit van Assen is er nu de winst op het circuit Spa-Francorchamps. Bob Hebber op positie nummer 3, Bart Sluis en Bas Schouten staan. 4e vlak voor Saint-Cyr. Dat mocht nog wat in Assen. Bas Schouten en Bart Sluis winnen de race, ondanks die schuiver in bocht nummer 1. De kampioenen van 2017, dit is Bart Sluis, hij verdedigt op Jos Jansen. En is dit dan einde van hun kampioenschapskans? Het lijkt er wel op. De droom is over. Hoe ver het altijd is verlopen, hoe onver is het, eindigt het nu. Dus ja, goed. Het is een beetje zuur, want we waren op revanche uit op vandaag. Voor het kampioenschap, maar goed, het is voorbij.